So twee producte, twee substituten. De prijs van die een product daal. Nou is die vraag, hoe beïnvloed dit die ander product? Meer nog. Hoe vind die aanpassingsproces naar een nieuwe evenwicht plaats, indien hierdie prijs daal? Kom ons gaan kyk. Ons moet van een grafiek gebruiken en ek het reeds die aanvankelijke evenwichtspositie getrek. Ons product. Nou vind ons, daar is een substituut en die prijs van daardie substituut daal. Ons gaan meer van die substituut koop en minder van hierdie product. Grafisch kan ons daar een minder koop voorstel, dan gaan we minder in vraag wees, so die vraagkromme gaan naar links verskuif. Vraagkromme verskuif naar links. Nou is die vraag, hoe vind hierdie aanpassingsproces naar die nieuwe evenwicht plaas? Hoekom is daar een aanpassingsproces? Goed, waar begin mens? By die aanvankelijke evenwichtsprys. Teen een prijs van 4 is die hoeveelheid aangebied 3000. En die hoeveelheid gevra? Wel, aanvankelijk was het 3000, maar nou vind ons die vraag het verminder. So teen een prijs van 4 het die hoeveelheid gevra gedaal na 1200. Ons sien, die hoeveelheid aangebied is 3000, hoeveelheid gevra is 1200. So ons het, teen een prijs van 4 rand is daar een oormaat aanbod. Producenten sit met andere woorden met voorraad wat hulle nie verkoop kry nie. En hoe gaan hulle dit verkoop kry? Ja, prijs gaan verminder, hulle gaan die prijs laat daal. En soos wat die prijs daal, verminder die hoeveelheid aangebied. Aan die andere kant, soos wat die prijs daal, reageer ons als verbruikers die hoeveelheid aangebied vermeerder. Totdat hoeveelheid gevra en hoeveelheid aangebied gelijk is aan mekaar, hoeveelheid 2400, teen een prijs van 3 rand. So, hoe vind hierdie aanpassingsproces plaas? Omdat daar teen die aanvankelijke prijs van 4 rand oormaat aanbod is, verminder die prijs, en soos wat die prijs verminder, verminder hoeveelheid aangebied, maar hoeveelheid gevra vermeerder, totdat ons ewewig bereik.